De groep ontevreden leerkrachten die lesgeven in het binnenland zijn in het weekend vertrokken naar hun bestemmingen en vandaag begonnen met de lessen. De nieuwsdienst sprak leerkracht Ogilvy Fernand de Achoni. De onderwijzeres merkt op dat een deel van de eisen van de groep die de afgelopen 2 weken aandacht heeft gevraagd bij de president zijn ingewilligd. Laten we zeggen, we hebben de helft van onze doelen toch wel bereikt. Want het was dat die fiberscholen geen achterstallige toelagen nog niet kregen. En nu hebben we meer dan de helft het gekregen. En we zijn zelf gaan onderzoeken en we hebben gezien dat het in het systeem dat ze nog bezig zijn met de resterende leerkrachten. Dus we geven ze nog een beetje ruimte om dat nog alsnog eind van deze maand te doen. Bepaalde van die mensen hebben geld geleend, want we kunnen niet zo lang wegblijven. Toen je draait of keert, onderwijs binnenland is al achter. Dus ze hebben gemeend om toch ervoor te gaan om toch alvast les te geven. Om te kijken tot waar we nog kunnen inhalen. En de overheid toch de ruimte te geven om toch hun werk te doen. Fernand zegt dat ook het vertrekschema gewijzigd is, zoals de leerkrachten dat hadden gevraagd. De groep leerkrachten willen graag dat hun belangen zo snel als mogelijk behartigd worden. Dat onze vertrekschema gewijzigd moest worden van 21 april tot na de storting. Dat is gedaan geworden en de week daarop zouden we al terug gaan, maar dan hadden we last van wateroverlast. Dus we konden dan niet terug. De helft is wel teruggegaan om hun spullen veilig te zetten. En dan zijn we dan weer teruggekeerd naar de stad. Dus vandaag gaan we dan officieel weer naar het binnenland. Niet allemaal zijn gemotiveerd hoor. Want u weet dat als er geen geld is, dan lukt het niet. Fernand zegt dat de leerkrachten nog kampen met situaties zoals geen toegang tot het elektriciteitsnet. Ook is er in de droge tijd onvoldoende water.